Zo, welkom. In deze tweede video van aggregatiefuncties in Excel gaan we verder werken met dezelfde data. En nu gaan we een tweetal functies bekijken, namelijk COUNTIF en SUMIFS. Wat is de bedoeling hier? We selecteren een groep uit onze kolom hier. En we hebben hier een kleine functie ondergezet, zodanig dat als je F9 klikt, dan wordt die groep geselecteerd en ga je eigenlijk het aantal rijen berekenen voor deze groep en per jaar de som maken van de totale van de bevolking. Hoe zit die functie nu in elkaar? Wanneer we hier naar die aantal rijen gaan kijken en we gaan onze functie editeren, dan zien we dat de functie COUNTIF eigenlijk zeer eenvoudig gestructureerd is. Je geeft het bereik aan waarin je wilt gaan zoeken, dus hier de kolom D met de groepnamen, en dan geef je de voorwaarden aan, hier de cel O3, waar we deze selectie gemaakt hebben. Dus vandaar die eenvoudige functie COUNTIF, het celbereik en dan de voorwaarden. En je kan natuurlijk COUNTIF ook op niet-numerieke waarden toepassen, zoals wij gedaan hebben, omdat je gewoon het aantal voorkomsten van een waarde opzoekt. Nu, wanneer we hier gaan kijken naar de totalen per jaar, daar gebruiken we een andere functie, namelijk SUMIFS. En dat is een variant van de SUMIF-functie die we in de vorige video bekeken hebben. En die laat ons eigenlijk toe om meerdere voorwaarden om te filteren aan te geven. Dat we de vorige keer met SUMIF gewoon één voorwaarde hebben opgegeven, maar nu zouden we twee criteria moeten hebben, namelijk de groep moet CH zijn en het jaar moet 1689 zijn. Hoe doen we dat? De SUMIFS-functie draait de argumenten eigenlijk om. Dus je zet het optellenbereik vooraan en je kan dan zoveel voorwaarden hier, naar gelang het aantal kolommen waarover je beschikt, uitlijsten. Telkens dus het celbereik aangeven waarop je de voorwaarden wil toepassen en gevolgd door de voorwaarden. Dus in dit geval zeggen we dat we de totalen gaan berekenen op het bereik L2L1769, waar al mijn totalen staan, en dat we dan een voorwaarde gaan toepassen op het jaar, en die voorwaarde is het jaar moet gelijk zijn aan de cel O10, dus 1689. En dan zeggen we gaan ook een voorwaarde plaatsen op de groep, hier in de kolom D. En die voorwaarde staat beschreven in O3. De functie SUMIFS, die vind je in het Nederlands onder de naam sommen als. Misschien nog even vermelden dat er ook andere functies zijn, zoals AverageIf. AverageIf werkt zoals COUNTIF, maar natuurlijk AverageIf gaat wel, net zoals SUMIF, verwachten dat je op getallen, getalwaarden, je filter toepast. En ook voor average if en bestaat de average ifs functie, en waar je dan meerdere voorwaarden kan gaan maken. U hebt al geraden dat de Nederlandse versie dan gemiddelden als is, en voor de gewone functie average if is dat gemiddelde punt als. Dat kan je allemaal heel makkelijk via internet search terugvinden. Hè. Vergeet nooit dat Excel een zeer ruim gebruikte software is en dat ongeveer elke vraag die je zou hebben over Excel
enkele klikken verder te vinden is op het internet. Hè. Dus gewoon zoeken, hè, de zoekterm ingeven en dan vind je een antwoord op je vraag. Oké, dankjewel voor de aandacht en succes met deze.